Jurjan van der Vaart, je bent hier bezig op de velden waar vroeger de voetbalvereniging PH zat, om daar een multifunctionele golfbaan aan te leggen. Waarom was dat nodig? Toen hier 20 jaar geleden de golfbaan door een aantal vrijwilligers werd uitgezet, waren ze natuurlijk vooral bezig om over de oude voetbalvelden te spelen. Nou, die voetbalvelden zijn niet langer in gebruik door de voetbalclub. Dus ze hebben de ruimte om de originele layout aan te passen, waardoor er meer veiligheid ontstaat. Je gaat het proces aan in een aantal fases. Je bent nu met de eerste fase bezig. Wanneer kun jij zeggen, jongens, het is klaar, aju? Ik hoop dat volgend voorjaar, april, als de eerste krokussen uit de grond zijn gekomen, dat dan alles wat ik gebouwd heb, gemaaid is en open kan. Hoe kom jij aan al die materialen en aan al die instrumenten die nodig zijn om die baan te veranderen? Nou, op grotere projecten dan komen er vaak zeer bekwame aannemers met een heel arsenaal aan materieel bij kijken. We zijn hier natuurlijk iets kleiner bezig. Ik doe een heleboel zelf. Dus ik huur een kraan. Ik heb samen met de firma Dekker uit Vriezenveen, dat zit hier om de hoek. Zij helpen mij met een trekker, met houtkap, met allemaal hand- en spandienst eigenlijk. Dat betekent dus dat je toch dagelijks hier bent? Ik ben de komende 7 weken ben ik iedere dag hier aan de slag. En dat betekent dus dat jij wellicht ook een medewerking moet hebben van mensen als bijvoorbeeld de gemeente Almelo, bijvoorbeeld de vereniging zelf, maar ook de vereniging PH. We zitten hier op een multisportcomplex met een tennisbaan, met een hondenclub, met een voetbalclub. Dus iedereen niemand helpt actief mee, maar we hebben de plannen overlegd en alle plannen zijn in samenwerking gemaakt met alle gebruikers. Waaronder de gemeente, die hebben goedkeuring verleend om bomen te kappen, die doen ook het onderhoud van de golfbaan. Dus die kijken met een schuin oog toe en als ik iets nodig heb, dan hoef ik maar te roepen. Betekent dat de leden van de golfclub gewoon door kunnen golven? Zij kunnen ten alle tijde op 9 holes blijven golven. Er kunnen wedstrijden gespeeld worden, er kan competitie gespeeld worden. En de overlast zal er zijn uiteraard, maar ik probeer het wel tot een minimum te beperken. Kan jij aangeven wat exact de verandering is in die 9 holes? Waar voorheen eigenlijk, er werd van cornervlag naar cornervlag gespeeld over de oude voetbalvelden en daar mocht niet op, daar mocht eigenlijk niks gebeuren. Nou, die voetbalvelden zijn niet langer in gebruik, dus daar mogen wij bossages planten en daar mogen we bomen planten. En op een groot gedeelte van het terrein, waar ik ben begonnen, mogen wij nieuwe greens bouwen. Daar mag ik ondulaties aanbrengen, dus heuvels, kuilen, wadi's, noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk alles wat ik op de schop kan zetten, dat gaat op de schop. Om zo meer een parkbaan te creëren in plaats van een golfbaan die over voetbalvelden loopt. Is het ook zo dat de veiligheid een grote rol speelt? Staat bij mij op nummer 1. De mensen van de golfclub en misschien ook wel van de andere omliggende verenigingen, die hebben dat niet zo ervaren. Maar als je mijn werk langer doet, dan weet je dat een golfbal terugkoppen is niet mogelijk. Dus dat moeten we tot een minimum beperken. De veiligheid, zowel voor de mensen die op de golfbaan lopen, als alle andere mensen die eromheen ook hun hobby uitvoeren, staat op nummer 1. Betekent dus dat de aanwas bij de club navenant is? Het is altijd mijn doel geweest hier met datgene wat ik ontworpen heb om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dus er zijn meerdere afslagplaatsen voor hen die nog nooit gegolfd hebben. Er zijn meerdere plekken waar jeugd zou kunnen komen oefenen, waar de trainingen gegeven kunnen worden. En je zit hier op 2 minuten fietsen van de Schelvorst met een ontzettend grote hoeveelheid ouders met jonge kinderen. Dus de drempel om naar een golfbaan te komen, die moet zo laag mogelijk zijn.